kunstschilders uit Groningen, maar hij was ook een invloedrijk docent aan Academie Minerva. Hij geldt als een van de pioniers van noordelijk realisme dat nog steeds veel vertegenwoordigers kent. Museum Belvedere was al langere tijd op zoek naar schilderijen van Reuling die aansluiten bij het inhoudelijk beleid. Uiteindelijk konden we deze drie werken lenen van een bevriende verzamelaar, Kees Reuling. Deze drie tuinen vormen niet alleen een geweldige drie-eenheid, maar ze laten zich ook uitstekend combineren met het werk van Jan Ankers. Beide kunstenaars laten zich inspireren door hun nabije omgeving, wat overigens bij veel van de kunstenaars in onze vaste collecties terug te zien. Zoals bijvoorbeeld hier, bij Pruimenboompje in Bloei van Jan Ankers. Dit is een tot nog toe onbekend gebleven vroeg schilderijtje afkomstig uit een nalatenschap van de kunstenaar. Het is waarschijnlijk het uitzicht vanuit de achtertuin van zijn ouders. Dus Jan Mankes en Matthijs Reuling zijn dus allebei geïnspireerd door de nabije omgeving, de natuur, het landschap, maar ook stilistisch komen de werken overeen met elkaar. Verzamelaar Kees Reuling heeft Pruimenboompje in Bloei samen met Puttertjes in Avondschemering, Vrouw in Interieur en Stilleven met boek en fles aan Museum Belvedere geschonken.